ja, een rijkswet is nodig. We kunnen het nog over de inhoud daarvan hebben. Maar er moet een rijkswet zijn wat ons betreft. En als Aruba het niet accepteert, dan kunnen wij niet anders dan andere rentepercentages laten gelden voor het land. En ja, natuurlijk, als er geen financieel toezicht is, dan zal dat ook onze relatie onder druk zetten. En dat vinden wij helemaal niet prettig. Nou ja, omdat we vinden inderdaad dat die leningen terugbetaald moeten worden. Het is geld uiteraard wat Nederland en de Nederlandse belastingbetaler aan dit land ter beschikking heeft gesteld. Maar we vinden inderdaad wel dat dat terugbetaald moet worden. Dus wat mij betreft zijn we goed op weg. En moeten we elkaar natuurlijk scherp houden dat ieder ook doet wat we hebben afgesproken. Ik herken me niet in de woorden die hier worden gesproken. Ik ben heel erg gericht op samenwerken.